onderweg naar de paardjes. Ik heb vandaag een tour met twee mensen en die wilden niet zwemmen met de paarden. Heel bijzonder, want dat wil natuurlijk iedereen. Maar deze mensen niet, dus we gaan alleen rijden. En Germaine de Hoeksmid komt straks, die moet Mark eventjes ophalen van de airport. En gisteren zijn de gaten geboord voor de nieuwe longeerbak, dus het wordt echt super mooi. Zal ik wel even laten zien. En we hebben mooi zand. Nou, je had al een beetje gezien natuurlijk voor de nieuwe bak en de longeerbak, maar er is nog meer bezorgd. Dus allemaal drukke dingen, maar allemaal leuk en allemaal mooi. En het wordt zo mooi, de nieuwe bak en de nieuwe longeerbak. Ik denk dat het volgende week ergens zal het misschien wel klaar zijn, maar zondag. Zaterdag wordt de oude bak gesloopt in elk geval, want dan gaat de rest van de bak ook geboord worden, dus de palen ervoor. Dus dan moet de oude bak eruit, maar dan kunnen we nog net een lesje doen op zaterdag en daarna kan die eruit. En dan zien we wel hoe ver we komen, maar ik hoop wel dat die snel klaar is. Lekker rijden en ik kan ook dat gebruiken als nieuwe paddock. Dus ik ga je weer meenemen vandaag. En onderweg naar de paardjes komen we alvast de eerste ezels tegen. Die lopen gewoon midden op de weg zo. Hoi. Hoi. Nou, alle stallen zijn inmiddels uitgemest. Mark is Germaine de Hoeksmid halen. Ik heb Tango al gepoetst. En ik heb Blondie gepoetst en die staat gewoon los. Ja, als ze maar te eten heeft, dan blijft ze wel staan. Ik moet alleen even de hoeven uitkrabben en dat ga ik nu doen. En dan ga ik voer maken voor die andere paarden. Ik ga jullie toch maar even laten zien wat we allemaal voor aan het doen zijn. Je ziet me al lopen langs deze mooie palen. Nou, dit wordt dus de nieuwe longeerbak. Je ziet er nu nog niet zoveel aan, behalve lange witte palen. Die zijn gisteren geboord. Dus je zit ongeveer een meter de grond in. En nou, ik zal even op het midden gaan staan. Dan kan je ongeveer zien hoe ik daar straks sta. En zo ben ik dan aan het logeren. Ze worden waarschijnlijk nog wel iets korter die palen, want ze steken nu denk ik ook nog wel anderhalve meter boven de grond uit minimaal. Misschien nog wel meer. Dus we moeten nog wel iets korter denk ik, maar ja. En dan komt er aan die kant, zie je dat mooie witte zand. Er lag al één hoopje, ligt er nu nog eentje. Dat wordt de bodem van de longeerbak en de gewone bak. Het is heel mooi zacht rivierzand uit Guyana. Dus dat is Zuid-Amerika. Dat is speciaal laten komen. Het is heel lekker zacht, fijn. Mooie bakbodem. En dit worden de paaltjes van de nieuwe bak. Dus die ligt nu in deze lengte natuurlijk. De paarden staan er nog in. Hangt een beetje uit elkaar. Het is echt op. En de nieuwe bak komt dan in de lengte te liggen. Dus die komt zeg maar recht voor het huis met iets verder die kant ook nog op. Maar dat de doorgang tussen het huis en de stal door daar tussendoor komt. En hier zijn nu eventjes oude paaltjes, maar die gaten zijn wel al geboord. Maar anders lopen ze weer dicht natuurlijk. Dus... En dan helemaal die kant op. Daar zat de oude longeerbak, zie je nog die cirkel. En dat is het waterhuisje. Dus ja, zo wordt het ongeveer. Zaterdag komt hij weer verder boren, want zaterdagochtend hebben we natuurlijk nog les in de bak. Dus dan moet hij nog eventjes heel blijven. En ook als paddock zo is het even handig nog. En dan zaterdagmiddag komt hij de rest van de bak boren en dan kunnen we het ook verder afmaken. Het is de logeerbak, maar die kunnen we natuurlijk nu al verder afmaken. Mooi hè? Helemaal blij! En dan ga ik nu eventjes voer voor die paarden maken die nog in de bak staan. En ik ga even een lijstje maken voor de hoefsmid wat hij allemaal moet doen. Inmiddels heb ik de drie paardjes opgezadeld. Tango zat daar, Blondie en Poco hierachter. En Mark is nog steeds niet terug, maar volgens mij hoor ik nu de auto aankomen. Zullen we even gaan kijken, Vlek? Vlek hoort dat als eerste. Ja, daar is die. Nou, meneer heeft wat last van zijn been, dus die gaat niet mee. En Germaine is gekomen en die gaat nu als eerste Tango doen. Dus dan ga ik alleen met Poco en Blondie op pad. Met mevrouw, die komt eraan. Onderweg en ik zit dus zelf op Poco. En achter me Deborah op Blondie. En we gaan een rondje Lagoon doen. En dan denk ik even langs Punta Blanco. Maar het waait nogal hard, dus ik weet niet of ik kan staan.
Zo, daar zijn we weer. Dan gaat Mark hopelijk het hek open doen. Hoi! Ik zit even buiten komen en Germaine is nog steeds bezig natuurlijk. Hij is nu met de Gretel bezig, die is bijna klaar. En dan ga ik zo meteen Poco pakken, dat wordt de volgende. Soma is weer klaar, die hoeft alleen even bekapt te worden. En nu heb ik de volgende klaargezet, Blaze. Die krijgt wel weer nieuwe ijzers. En Blaze is bijna klaar. En dan is de Sofietje de volgende die aan de beurt is. Sophia. Brandy aan de beurt. Swanjo. Lady. En Maribel is de laatste. Zo, we zitten weer in de auto. We hebben net Germaine weggebracht naar Waikiki. Dus een Chinees restaurant gaat hij altijd even lunchen. En wij gaan ook naar huis. Het is 1:05. Ik heb op het klokje. Dus het is al laat. Ik heb ook honger. En gaan we lekker eten en even lekker afkoelen in de airco. En dan vanmiddag gaan we lekker hout bestellen voor de nieuwe bak. Zo, pauze zit er weer op. We gaan eerst eventjes tanken nu. Nou, we hebben net getankt, allemaal weer gefixt. En we hebben toch al besloten om nu geen hout te halen of te bestellen. Dat gaat Mark morgen doen. En ik ga nu denk ik zo meteen eventjes een rondje rijden met Tango. Die zou ik eigenlijk morgen meenemen, maar toen ging die man niet mee. Dus toen is Tango gelijk naar de Hoefsmid gegaan. En ik heb alleen Poco en Blondie meegenomen. Dus nu ga ik even een rondje rijden met Tango. En dan gaan we daarna eind van de middag nog boodschappen doen. Even wat paarden buiten gezet. Maribel, Sombra, Sofia, Sueño en Tigretto daar. En Maribel is super hengstig weer. Dus die loopt achter Sombra aan te plakken. Sueño gaat ze er ook even mee bemoeien. Kijk maar eens, Maribel loopt helemaal achter Sombra aan. Oh, oh, oh. Het paard staat er weer klaar voor. Ik ben er ook weer klaar voor. Dus we gaan even een rondje doen. Met Tango. En Mark gaat even het hek voor me open doen, heb ik net gehoord. Zo, ik zit er weer op. Het waait nog steeds echt super hard. Dus ik moet een beetje dichtbij praten om het zelf verstaanbaar te maken, denk ik. Maar ik ga even een rondje naar de zee toe. Even kijken hoe hoog de golven komen. Nou, ik sta hier weer als je kent, maar achter me zie je de zee. Dus de boot had een beetje veel troep aangespoeld en hoge golven. En ik had een telefoon en ondertussen neemt meneertje Tango het even van. Die vindt net een sprietje glas tussen de troep. Moet je kijken wat hier ook ligt op het strand. Dat is een puffervis. Fish. Die heeft allemaal die stekels, die blaast zich helemaal op. Hij ligt hier dood hoor, maar het ziet er wel grappig uit. Allemaal staan op een rijtje, alle kinders. Zijn ze allemaal op Tango te wachten, met z'n gezellig, met z'n allen. Hopsakee. Zo, Tango weer op stal en ik ga nu eventjes voer klaarmaken voor de peertjes. Mark is al aan het hooi voeren achter me. Zo, en alles weer gefixt op stal. Dus we gaan nu onderweg naar de supermarkt even lekker boodschapjes doen. Aardbeidje en een ananasje. Ik ga lekker pastaatje eten en Mark gaat lekker pizza eten. Ik hou niet zo van, ja, ik vind pizza wel lekker, maar niet heel lekker. Dus ik heb lekker een pastaatje voor mezelf. En we zijn onderweg naar huis, bijna thuis. De zon staat al laag, zoals je ziet. Ik zit lekker tegenin te kijken. Bij deze ga ik de vlog voor vandaag afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vindt om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Geef even een duimpje omhoog als je die video leuk vond. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!